Ja, allemaal. En daar zijn we weer met een nieuw filmpje. En in dit filmpje ga ik het hebben over cirkels. Wat is nou eigenlijk cirkel? Ja, en hoe moet je ze nou eigenlijk ook tekenen? Eerst ga ik beginnen met wat een cirkel is en wat de eigenschappen zijn van een cirkel. Als ik het heb over een cirkel, dan begin ik altijd met een puntje en daaromheen komt er een cirkel. Dat puntje wat je ziet, precies in het midden van een cirkel, noemen we ook wel het middelpunt. Dit middelpunt noem ik M. Een hoofdletter M, want het is een punt. Als ik dwars door het middelpunt een lijn zou tekenen, van de ene kant van een cirkel naar de andere kant van een cirkel, dan noem je dat een diameter. Hier zie je in het rood de diameter van een cirkel. Als ik vanuit het middelpunt naar één zijkant van een cirkel ga tekenen, dan noem je dat de straal. Hier in het blauw zie je de straal van de cirkel. Zoals je ziet, past dus de straal twee keer in de diameter. Ik laat jullie nu een instructiefilmpje zien hoe je cirkels kunt tekenen. We gaan nu twee cirkels tekenen. De linkse cirkel, daar wordt gevraagd om een cirkel te tekenen met middelpunt M en een straal van 3 cm. Ik zet ergens een middelpunt neer en daar zet ik zo meteen mijn scherpe punt neer van mijn passer. Mijn scherpe punt van mijn passer zet ik op mijn middelpunt en ik zorg ervoor dat de benen 3 cm van elkaar staan. Want dat is de straal. Als ik dat gedaan heb, ga ik een cirkel tekenen. Zo. Nu heb ik een cirkel getekend waarvan de straal 3 cm is. Ik zet bij mijn middelpunt de hoofdletter M neer. Bij de rechter cirkel wordt er gevraagd om een cirkel te tekenen met middelpunt K en een diameter van 10 cm. Ik zet nu weer een middelpunt neer en ik ga kijken hoe ver mijn straal moet komen. Als de diameter 10 cm is, dan is de straal de helft van 10. En de helft van 10 is 5. Ik zorg ervoor dat de afstand van mijn passer nu 5 cm is. Als ik de afstand van 5 cm heb, ga ik weer een cirkel tekenen. Bij mijn middelpunt zet ik nu de letter K neer. Dit is nu een cirkel waarbij de straal 5 cm is, maar waarbij de diameter 10 cm is. Dit is een voorbeeldje van cirkels tekenen. Mocht je nog ergens tegenaan lopen, heb je problemen, laat het me weten, want dan kan ik jullie altijd helpen. En dan zie ik jullie hopelijk weer terug bij de volgende filmpjes. Doei doei!